start. Nou, 16 minuten over 10. Je luistert naar Groningen 1, de dag van morgen. Tedo, ben je er ook? Ja, ik ben aangeschoven. Ik heb even snel koffie gepakt. En ik zit weer achter de scherpie, zeg maar. Oké, je kan ook meekijken. Aan tafel aangeschoven de burgemeester van de gemeente Westerwolde. Burgemeester Jaap Velema, goedemorgen. Ja, ook goedemorgen. Ook ik heb koffie gepakt. Ja, en ik heb een plakje koek voor u neergelegd. Dus, we kunnen los. We kunnen helemaal los. Jullie hebben het beter voor elkaar dan mij eigenlijk. Geen koek? Geen koek? Ah, je hebt vast wel wat eten. Jouw kennende. Even kijken. We hebben een aantal vragen op papier gezet. Door de luisteraars. Ook ons team heeft daar wat aan bijgedragen. Een hele lijst aan vragen. De eerste vraag die ik u ga stellen is... hoe raakt het u persoonlijk, deze hele situatie? Daar zijn de mensen wel heel nieuwsgierig naar eigenlijk. Oh, oké. Okay. Naast burgemeester bent u natuurlijk ook gewoon mens, hè? Ja. Vooral eigenlijk. Vooral. Ik heb vorige week ook al gezegd... Ja. Toen het tot je doordrong, de omvang van het probleem... dan is het eerste wat je doet, is heel erg om je heen kijken. Wie in jouw omgeving is kwetsbaar? Hè? Want het wordt heel nadrukkelijk gezegd, voor de meeste mensen zal het een griepachtig verschijnsel zijn als je besmet raakt. Maar voor een bepaalde groep is het echt een hoog risico. En dat is wat je doet. Voor wie is het een hoog risico? En dan kijk je goed om je heen. En dan slaat de angst even om je hart. Ja. En vervolgens kom je in de handelstand. En dan denk je van, nou, dan moeten we ervoor zorgen dat zij niet geraakt worden. En daar is alle inzet op. Ja, is ook heel belangrijk. Hè? Wat wij heel veel in de uitzending doen is bijvoorbeeld Welzijn Westerwolde. Ja. Dat soort organisaties. Die zijn zeer actief om te zorgen voor, nou, noem het maar, de zwakkeren in de samenleving. En dat bedoel ik niet negatief of zo. Maar dat bedoel ik ook zwakkeren qua gezondheid. Ja. De oudere mensen en de mensen die hulp nodig hebben, is denk ik op dit moment een van de belangrijkste dingen, toch? Ja, volledig terecht. Ja. Dus dat is ook echt heel nadrukkelijk de boodschap. Hè? De neem je verantwoordelijkheid. We zitten nu zelfs op 2 meter afstand. Vorige week was er nog anderhalf. Dus jullie gaan zelfs nog verder. Dat zijn hele eenvoudige dingen die we met elkaar kunnen doen om juist deze groep medebewoners een veilige situatie te geven. Dat kan nooit 100%. Dat is een illusie. Maar wat je kunt doen, dat moet je doen. U heeft vorige week een brief naar de inwoners van de gemeente Westerwolde geschreven. Een hele mooie brief, vond ik. Waarom kiest u ervoor om een brief naar de inwoners te schrijven? Wij constateren eigenlijk aan het eind van de vorige week dat er nog steeds onvoldoende mensen in de gaten hadden hoe belangrijk is om je vooral te gedragen naar de richtlijnen van het RIVM. Daarnaast was er ook heel nadrukkelijk het idee van, ja, weet je, wij krijgen nog heel slecht weer. Wij krijgen nog heel veel slecht nieuws te verkroppen met elkaar. Mm-hmm. En dan is het ook van belang dat je naar elkaar omkijkt. Ja. En dus ik had heel veel behoefte om dat in een brief breed uit te dragen van, neem je verantwoordelijkheid, maar ook een waardering voor wat de afgelopen 2 weken door heel veel mensen al aan werk is verzet. Dat wilde ik in die brief tot uiting laten komen. Ja, een hele mooie brief. Is ook, zag ik, heel veel gelezen. Heel goed gedeeld en veel gelezen. Prachtig. Even terugkijken. U was hier afgelopen woensdag, hè, precies een week geleden. In de tussentijd zijn er zeker een aantal dingen gebeurd. Wat mij opviel, wat het veroorzaakte. Van het weekend was het mooi weer, dus mensen trokken er massaal op uit. En hielden zich eigenlijk niet zo goed aan de maatregelen. Had u het idee dat het bij ons in de gemeente ook zo was? Minder. Minder. Duidelijk minder. Voor goede orde, we hebben natuurlijk ook veel meer ruimte. Ja. Dat is het voordeel van het wonen in het mooie Westerwolde. Dus wat je op tv zag was met name dan toch nog in steden en op het strand. Maar dat gaf wel ook genoeg aanleiding, ook voor mij wel weer om te zeggen van, ook al speelt het hier in mindere mate, hou elkaar scherp. Ja. Dus dan is eigenlijk het beeld wat je ziet in het westen van het land, dat gebruik je dan ook om hier toch wel zo van, ja, maar dit moeten wij dus ook vooral niet gaan doen. Nee, inderdaad. Zo zijn we met elkaar steeds weer op zoek van wat kan wel en wat kan niet. Er was natuurlijk ook onduidelijkheid. Hè. Er was nog steeds de groep tot 100. Nou, daar met de laatste kabinetmaatregelen is dat weer teruggebracht. Dat die 100, dat telt niet meer. Gewoon 2-3 man bij elkaar en meer niet. En als je groter bent, ja, dan in een grote ruimte en op een grote afstand. Ja, duidelijk. Tedo, spring even bij. Wat heb jij voor vragen aan de burgemeester?
Nou, ik heb hier onder andere staan, wat zullen de effecten zijn als er tot de zomer misschien geen raadsbesluit kunnen worden genomen? Hoe gaat u daarmee om? Nou, ik heb een goed overleg met alle fractievoorzitters. En die discussie die wordt op dit moment volop gevoerd. We hebben nog een commissievergadering en een raadsvergadering nog gewoon staan. Dat is niet waarschijnlijk dat die in deze vorm op deze manier doorgaat. Daar is nog overleg over. Dus daar zijn we in eerste instantie mee bezig. En dan hebben we wel al een vooruitzicht van nou, welke besluiten zouden wij nog in de rest van de komende maanden moeten nemen. En op welke vorm zou je dat kunnen doen, waarbij je de democratie zoveel mogelijk waarborgt. Daar zijn we volop mee bezig. Ja, doen jullie dat dan ook via zo'n schermpje, gewoon van afstand? Of? Zoals ik al zei, daar zijn we nog volop over in overleg. Oh, zo. Dus de fractievoorzitters die moeten zich daar nog over uitspreken. En dan heb ik een idee waar de meerderheid van de raad zich comfortabel bij voelt. En dan moeten we daarop gebaseerd een besluit nemen. Oké. Ik heb hier nog een vraag staan. Gemeenten moeten de steun aan ondernemers eerst voorschieten. Kunnen ze dat wel? Nou, de regeling. Er is in ieder geval afgekondigd dat het overheid dat inderdaad met bedragen komt. Hè. De gemeenten daarin, de uitvoerende organisaties zijn. Daar zijn we erg blij mee. Want wij kennen over het algemeen onze ondernemers erg goed. Dus we kunnen daar ook redelijk snel in handelen. Ik weet van de afdeling hier in Westerwolde dat men al bezig is met een vrij handzaam formulier. En zodra dat formulier ingevuld wordt, dan is ook de verwachting dat wij daar ook wel snel in kunnen acteren. Maar of we dat allemaal zo moeten voorschieten, daar ontbreekt mij op dit moment de kennis. Maar men heeft eigenlijk alles wel al in voorbereiding. Als daar duidelijkheid over is en wat de voorwaarden zijn, daar kan men heel snel uitrollen. Oké, ja, het is ook allemaal voor ons, voor allemaal is het allemaal nieuw, hè, dit allemaal. Ja. Muziek uit de platenkast van de burgemeester Nina Simone en Ain't Got No en I Got Life, zoiets dergelijks. 4 minuten voor 10:30. Nog steeds bij ons aan tafel de burgemeester van de gemeente Westerwolde, Jaap Velema. Even kijken, de situatie is een beetje veranderd. Hè? Na de laatste persconferentie hebben de burgemeesters in het algemeen een soort van macht gekregen om te handhaven. Hoe ziet dat bij de gemeente Westerwolde eruit? Nou, wij doen dat in samenwerking met de omliggende gemeenten in het zogenaamde de veiligheidsregio Groningen. He, dus alle gemeenten, Groningen gemeenten zijn daarbij aangesloten. Ja, misschien even goed om uit te leggen nog steeds. De burgemeester beslist niet alleen. Jullie hebben elke dag overleg binnen de veiligheidsregio. Dat zijn alle burgemeesters bij elkaar. Leg ik dat goed uit? Ja, als er een crisis is in een gemeente, dan noemen we dat een grip 1. En dan heeft de burgemeester, de lokale burgemeester, heeft alle bevoegdheden om daar de dingen te doen die nodig zijn. Ja. Als het grip 2 is, dan gaan we een schaal hoger. Dan heeft wij spreken de buurgemeente er ook is betrokken bij de crisis. In dit geval is het een grip 4. Hè, dit is een landelijke crisis. En dan is de veiligheidsregio wordt bij elkaar geroepen. Dat zijn alle burgemeesters. Met als voorzitter de burgemeester van Groningen, Koen Schuiling. En ook de ambtelijke organisaties werken samen, ook in crisisteams, en proberen eigenlijk provinciebreed eigenlijk alles te doen wat er nodig is om de crisis te beheersbaar te maken. En wat betreft dat handhaven, hoe gaat dat dan in zijn werk? Rijdt het busje van handhaving dan extra vaak door het dorp heen? Door de dorpen heen, moet ik dat zo zien? Of, Nee, niet vaker. Waar het om gaat is dat de landelijke maatregel, dus de Rijksoverheid kondigt wat af. Bijvoorbeeld, we zaten vorige keer nog op groepen kleiner dan 100, meer dan 100, mag niet. Nou, dan wordt dat uitgerold. Er wordt een verordening vastgesteld. Want dat moet eigenlijk altijd gebaseerd zijn op wet. Wij mogen het alleen maar doen als het in de wet staat. Nou, dan hebben we een verordening. Op basis daarvan handelen we. Ja. En dat doen we in elke gemeente op dezelfde wijze, onder aanvoering van de voorzitter van de veiligheidsregio. Dus vorige week was het vooral kijken van evenementen, grote groepen bij elkaar. En daar treed je tegenop. En dan is het iedereen. Dan is het de politie, dan zijn het buurtbewoners die klagen bij de gemeente. En dan zijn het de handhavers van de gemeente. En dat doe je eigenlijk met elkaar, maar dan zet je even de focus daarop. Ja. Nu gaan we nog verder. Nu zijn zelfs kleine schaamscholingen zijn ongewenst.
En dan zijn het weer dezelfde mensen. Dat is politie, dat zijn onze eigen gemeenteambtenaren met elkaar. En dat zijn ook inwoners. We krijgen ook heel veel berichten binnen bij het KCC, de telefonie van de gemeente. Dat is weer een signaal. Dan kijken we even van, goh, wat speelt daar? Ja. En dan treden we daarop als dat nodig is. Maar nogmaals, eigenlijk allemaal nog wel onder verantwoordelijkheid van de veiligheidsregio. Juist. Dus niet van een lokale burgemeester. Nee, de lokale burgemeester is in die zin uitvoerend wat we met elkaar regionaal en landelijk hebben afgesproken. Duidelijk. Ik heb nog een vraag van een luisteraar. De markten gaan nog steeds door. Er zijn toch wel mensen die zich daar of ongerust over maken of zich daarover verbazen. Ja. Want een markt is ook een soort van bijeenkomsten eigenlijk. Ja. Hè? Er zijn heel veel mensen in een korte tijd. Waarom is ervoor gekozen om de markten wel door te laten gaan? Nou, ik was daar in die zin ook verbaasd om, want ik zag vooral de voor mij bekende beelden van de vismarkt in Groningen. Ja, dat is altijd gezellig druk. Ja. Dat verbaast mij dat het inderdaad op die manier gebeurde. Nu zie je ook over de beelden van Groningen, dat die kraampjes zijn allemaal ver uit elkaar gezet. Er zijn lijnen getrokken. Er is veel meer ruimte gecreëerd. Zodat je daar op een normale manier, net als in de supermarkt. Want eigenlijk is de markt niet anders dan een niet overdekte supermarkt. Waar natuurlijk ook mensen normaal hun boodschappen doen. Ja. Daarvan hebben we gezegd, ja, het normale leven in die zin moet gewoon door kunnen gaan. En dan liever gespreid over de supermarkt en ook over de markt. Maar met de nodige afstand en met alle hygiënemaatregelen. Ja. Ja. Maar geen samenscholing. Nee. Dus het is allemaal verder uit elkaar gezet en met meer maatregelen. Zou het dan ook zo zijn dat de mensen eigenlijk even moeten wennen? Hè? Dat voordat alles zo ingericht is. Hè? Dat de mensen, het is misschien een soort mindset. Hè? In eerste instantie dachten we een aantal weken geleden, ach, het is maar een griepje. Ja. Maar nu is de ernst van de situatie toch wel duidelijk. En dat we met z'n allen moeten wennen aan, ja, nou ja, het meer afstand nemen. Dat er vakken zijn. Dat is ook mijn eigen persoonlijke ervaring. Hè? Je gaat een supermarkt in, je neemt afstand. Maar uit routine doe je die vrieskast open om je melk te pakken. Ja. En dan staat er toch iemand heel dicht naast je. Dat heb je dan zo snel niet gezien. Nee. Nou, die eerste week was dat heel onwennig. En nu doe je even een stap terug. Je kijkt even, je wacht even tot die ander zijn spullen heeft gepakt. En dan ga jij er naartoe. Ja. Dus het antwoord is ja. Dat is allemaal met elkaar even wennen. Juist. En ik heb, moet ik zeggen, na de persconferentie, de laatste persconferentie, heb ik persoonlijk het idee dat de mensen er. Het is nu ook stiller op straat. Ja. Mensen houden zich eraan en zijn zich zeker bewust van de situatie. Ja, je voelt jezelf ook bij tijden wijlen ongemakkelijk als je denkt van, goh, hoe ging ik hier 2 weken geleden mee om? Ja. Wel of niet een hand geven. Toch nog even snel naar de bouwmarkt. Nog even spullen naar de stort brengen. Ja. Alles wordt in een ander licht gebracht. Heel veel dingen kunnen nog gewoon, maar je moet het op een heel andere manier doen. Zo is het. Zo is het. Helemaal goed. Mag ik u nog vragen wat u vanmiddag voor werk gaat doen? Ja, ik heb zo dadelijk weer overleg met, dat heb ik dagelijks met de gemeentesecretaris en met de griffier van de raad. En we bespreken de stand van de dag van vandaag door. En we proberen al een beetje te anticiperen op de dingen die gekomen. Juist, heel belangrijk. Mag ik u danken voor de komst naar de studio? En als de situatie zo blijft, gewoon voor volgende week woensdag weer afspreken? Prima.